Hallo, dit keer zitten we klaar voor de socio-economische kenmerken van de 19e eeuw. De bladzijde pagina 66-67 in jullie boek. En we gaan even kijken hoe de mensen in de 19e eeuw plots van landbouw naar een industriële revolutie overgeschakeld zijn. Eerst en vooral wil ik het verschil uitleggen tussen twee begrippen, namelijk revolutie en evolutie. Een evolutie is een langzame verandering op heel lange termijn. Bijvoorbeeld een evolutie in de landbouw is dat men bij de Grieken en de Romeinen eigenlijk met de hand het veld bewerkte, waar men dan tegen het einde van de middeleeuwen al een ploeg had uitgevonden en dieren ging inzetten om het land te bewerken. Een revolutie is een heel snelle verandering op korte termijn. En laten we daar als voorbeeld bijvoorbeeld de smartphone-revolutie bekijken. Rond het jaar 2000 hadden heel veel mensen nog geen gsm. Anno 2020 is het zo dat amper 5% van de bevolking, denk ik, geen gsm heeft. Ja. Dus uiteindelijk zien we dat dat op zeer korte tijd heel wat veranderingen zijn. Waar een smartphone rond 2000 iets was om enkel mee te bellen, is dat momenteel bij velen al een vervanging van hun computer. En wat we gaan zien, namelijk die industriële revolutie, is ook dat er op heel korte termijn zeer veel veranderingen gebeurd zijn in de industrie. Als we beginnen, nemen we eerst dus die, zoals ik al zei, pagina 66-67, waar je een overzicht krijgt van de bevolkingsevolutie in Europa. Als je de tabel bekijkt, zie je dat er verschillende kleurtjes gebruikt zijn. Als er een ratje staat, betekent dat een epidemie. Als er een wolk met vlokken staat, is het een veel vochtiger klimaat. Blauw is een kouder en rood is een warmer klimaat. En als we dan kijken, dan zien we dat onze bevolking tot ongeveer 1700 vrij stabiel blijft. Enkele keren zit er een daling, dat ten gevolge van epidemieën. Maar vanaf 1700 gaat de bevolking gevoelig stijgen. Dus we kunnen dat besluiten bij de eerste vraag op de volgende bladzijde. De bevolking groeit pijlsnel in de 19e eeuw. Vanaf 1700 schommelde dat heel de tijd rond de 50 miljoen. En dan gaat het plots de hoogte in. Wat zal daar invloed op gehad hebben? En dan kijken we even naar het documentje maximale opbrengst van een hectare graan en een hectare aardappelen. En dan zien we inderdaad dat je met de opbrengst van een hectare aardappelen bijna 10 keer zoveel mensen kan voeden als met de opbrengst van een hectare graan. En dan in de loop van de 18e eeuw schakelt men in West-Europa over op de aardappelen. De opbrengst is 10 keer groter en meer voedsel maakt dat heel wat meer mensen kunnen blijven leven. En dat is dus een introductie om duidelijk te maken hoe het precies geëvolueerd is. Nu, in de 18e eeuw had men eerst een agrarische revolutie. Op plots korte tijd komen er heel veel veranderingen in de landbouw. Er komt een einde aan de hongersnood, zoals we al gezien hebben in die twee documenten die we net bespraken. En er komt een stijgende bevolking. Nu, het grootste deel van de bevolking, dat moet eigenlijk werken in de landbouw. Het gaat namelijk over bijna 98% die werken in de landbouw. En wij weten hoeveel de opbrengst van een bepaald perceel was aan de hand van de opbrengstfactor of de yield ratio. Zo weten wij dat in het jaar 1750, dat ongeveer 1 op 47 was, dat betekent dat, 1 op 7 was, dat betekent dat 1 zevende van de oogst moest opzij gehouden worden om het jaar daarop opnieuw te planten. De dag van vandaag is dat 1 49ste, wat inhoudt dat men maar 49ste van zijn oogst opzij moet houden en men dus veel meer oogst overhoudt. Nu, de veranderingen in de landbouw die zich voordoen zijn vooral in Engeland en in de Nederlanden. En we zien dat er vernieuwingen komen op het vlak van enclosure. Vooral in Engeland gaat men dus braakliggende terreinen gaan omheinen. To enclose betekent omheinen. En wat wil dat eigenlijk zeggen, gaan omheinen? Dat zijn stukken die van niemand zijn, een afrastering rondplaatsen en die stukken gaan bewerken.
Het voordeel is dat je meer grond hebt, het nadeel, die liggen heel ver verspreid vaak. Ten tweede ging men ook braakgronden, moerassen droogleggen, bossen rooien en al die grond gaan gebruiken als landbouwgrond. Om de uitputting van de grond tegen te gaan, in de middeleeuwen gebruikte men het drieslagstelsel, waar dus telkens om de 2 jaar een perceel 1 jaar braak lag, om op die manier de grond te laten recupereren. Men heeft dat niet meer nodig, want vanaf nu kan men gaan bemesten. Voor het eerst in de geschiedenis gaan dieren overwinteren. De mest die daarbij vrijkomt, die kan men gebruiken op het land. En tegelijkertijd gaat er een meer hygiënische maatregel in de stad komen, waarbij mest verzameld wordt in beerputten en de boeren kunnen dan die beer kopen om hun gronden te bemesten. En daardoor is braakligging niet meer nodig en kan men jaarlijks op hetzelfde stuk grond oogsten. Een vierde is het systeem van een vruchtwisselingssysteem invoeren. Men gaat meer bepaald gaan telen in rijen. Doordat men in rijen is gaan zaaien, staat alles veel ordelijker. En kan men ook bepaalde gewassen jaarlijks wisselen. Sommige gewassen halen meer stoffen uit de grond dan andere. En door daarop in te spelen, krijgt men steeds een betere oogst. Men gaat ook veevoedergewassen kweken en een voorbeeld daarvan is klaver. Nu, klaver gaat in plaats van de grond uit te putten, gaat die de stikstof uit de lucht in de grond gaan binden. En die stikstof dient dan als voedsel voor de klaver en voor andere planten. Nu, klaver is heel rijk aan calcium en fosfor en daar kan je dus dieren mee voederen. Waardoor dus er 2 vliegen in 1 klap worden geslaan, uw grond wordt gevoed, put minder uit en tegelijkertijd kan uw vee overwinteren en komt er meer stikstof in de grond. Dan uiteindelijk komen er ook nieuwe teelten, zoals we al zagen. Men gaat namelijk aardappelen en mais verbouwen en ook boekweit. Boekweit is een soort graan, dat als dat gemalen wordt, heb je boekweitmeel, kan je ook pannenkoeken en brood van maken. En boekweit wordt soms ook gebruikt om een soort kersenpitkussens mee te vullen of een hoofdkussen om een betere nachtrust te verzekeren. En daarbij kwamen ook nog nieuwe werktuigen die men ging gebruiken. En de combinatie van al deze factoren zorgt dus voor een revolutie in de landbouw. Hiermee gepaardgaand komt er ook een demografische revolutie, waar vroeger heel veel mensen geboren werden en ook heel veel mensen stierven. De redenen waren daarvoor misoogsten. Men kon pas op later leeftijd trouwen, pas als je een gezin kon onderhouden. De graanprijzen waren hoog. Dus heel veel mensen hadden niet zoveel tijd om een gezin uit te bouwen. Rekening mee houdende dat je maar kon trouwen eens je 6, 27 was. En dat de meeste mensen amper 45 jaar oud waren, was de meeste een kort leven beschoren. En in tegenstelling tot dat ancien regime krijgen we in de 18e eeuw meer voedsel, waardoor er meer mensen blijven leven. En waardoor er ook een betere hygiëne en dergelijke komt en onze bevolking enorm snel kan groeien. Waarom groeit die bevolking snel? Ik heb het al gezegd, enerzijds de hygiëne. Ten tweede, op vlak van geneeskunde vindt men medicatie tegen de pokken uit. De voeding verandert van graan naar aardappelen, dus mensen zijn meer voldaan. Men zou ook wijten aan het klimaat dat toen verzacht is. Er zijn minder hongersnoden en het verschil met aardappelen eten zorgt ervoor dat we een vicieuze cirkel krijgen. Jullie zien die ook op pagina 69, opdracht 2. En aan de hand van die vicieuze cirkel krijg je dus dat er meer voedsel komt, overschot, dieren kunnen overwinteren, het land wordt bewest en men krijgt heel veel opbrengst op die manier. Opdracht 1 mag je ook proberen maken. De oplossingen vind je bij documenten terug. Nu, waar is die industriële revolutie begonnen? Men had dus eerst die agrarische revolutie nodig en die demografische revolutie om een industriële revolutie te krijgen. Als men dus beter eten heeft en meer mensen die blijven leven, dan heeft men dat volk immers nodig om te kunnen werken in de fabrieken. En vooral in Engeland is die textielsector de eerste die gaat boomen.
Waarom precies in Engeland? Engeland beschikte over een groot overzees rijk en ongelooflijk veel kolonies. Aan de hand van die kolonies had men dus grondstoffen en kon men ook afzetgebieden halen. Er waren heel wat arbeiders door het bevolkingsoverschot. De Britten waren rijk door de overzeese handel. Ze hadden een hele grote vloot en al heel wat havens die al aangelegd waren. Ze beschikten over grondstoffen. Oorspronkelijk was dat hun eigen wol. Later gingen ze katoen uit Indië halen. Ze beschikten over uitvinders en in de loop van de 18e eeuw hebben ze heel wat kanalen gebouwd om zo de afzetmarkt te kunnen voorzien. Nu, ten eerste vindt die evolutie plaats in de textielsector. Helemaal in het begin ging men wol gebruiken. Wol heeft als voordeel dat dat warm is, dat kleurt niet makkelijk. Je kan het ook moeilijker wassen. En men is dat gaan vervangen door katoen. Wol is ook duurder. Hè. Je moet maar eens kijken, een trui met heel veel wol gaat dubbel zoveel kosten of een trui met meer katoen. Nu, katoen is een plant en die katoenpropjes groeien daar eigenlijk als bloemen aan en die moeten als ze rijp zijn geplukt worden. Nu, de voordelen van katoen, het is goedkoop, het is makkelijk te verven, makkelijk in onderhoud, het is alleen minder warm. Aangezien die katoentjes uit India kwamen, krijgen zij ook de benaming Indische katoentjes. Nu, in die evolutie van katoen, en ik heb ietsje te snel gedrukt, hè, zie je dat er twee processen belangrijk zijn, namelijk spinnen en weven. Van die katoendraad moet er dus, van die katoenpropjes moet er draad gesponnen worden. Dat gebeurt met een spinnenwiel. En van al die verschillende draden moet er stof geweven worden. Dat gebeurt met een weefgetouw. Vroeger was dat zeer arbeidsintensief. Mensen hadden één spinnenwiel in huis en deden als bijverdiensten na hun werk op het land. Sponnen zij nog draad of weefden zij nog stof. En in de loop van die 18e eeuw, en we hebben net een aantal zaken gezien, onder andere hier het waterframe, de mule jenny en de powerloom, gaat men steeds meer machines mechaniseren om in de plaats, kijk ook maar naar die mule jenny, om in plaats van één draad op het spinnenwiel te spinnen, dat men dus misschien 10 of 20 draden gelijktijdig kan spinnen. En als men gaat kijken naar het bijhorende schema, dan ziet men dat men de mens stilaan gaat vervangen door machines. Probeer even mee te volgen. Waar er helemaal in het begin, dus bij het proces van spinnen en weven, 7 spinsters nodig waren om de draden te maken voor 1 lap stof en 1 wever, die uiteindelijk 1 rol stof aflevert, zal die evolutie tussen 1733 en 1785 enorm zijn. In 1733 wordt de vliegende schietspoel uitgevonden. Dat is een verbetering in het weven. De schietspoel is het blokje dat steeds van links naar rechts eerst manueel moet bewogen worden om telkens een nieuwe laag stof te weven. John Kay zal ervoor zorgen dat dat automatisch van links naar rechts gaat, waardoor de stof veel sneller geweven wordt. Je ziet in 1733 heeft men 28 spinsters nodig, waar dan materiaal geleverd wordt voor 1 wever die 4 rollen stof kan afleveren. In 1764 gaat men een uitvinding doen die ervoor gaat zorgen dat het aantal spinsters beperkt wordt, dus dat daar de fabrieksdirecteur kan op besparen. En als men dus kan besparen op het aantal spinsters, heeft men maar 4 wevers meer nodig, kan men op die manier door die mechanisatie van de spinning jenny al 20 rollen stof produceren. In 1769 gaat men dat spinnenwiel nog meer perfectioneren. Blijft men maar 1 spinster nodig hebben, maar dan valt op in 1779 dat men ongelooflijk veel wevers nodig heeft om die evolutie van dat spinnen te kunnen volgen. En dan zal de uiteindelijke uitvinding van Edmund Cartwright de powerloom zijn, waarbij in 1785 1 spinster en 1 wever uiteindelijk
59 rollen stof kunnen voorzien. Een ongelooflijke evolutie. In 50 jaar tijd is die productie maal 15 gegaan. En in dit schema wordt het net hetzelfde nog even uitgelegd, maar de mannetjes, de vrouwtjes en de rollen stof worden uitgebeeld. Nu, dit was de evolutie op het vlak van de textielindustrie. Jullie kunnen op pagina 70 daar allerlei teksten over lezen en invullen. We gaan dan ook kijken naar een evolutie in de mijnbouw. Het was zo dat de ijzerindustrie ongelooflijk veel steenkool nodig had. Nu, ik weet niet of jullie ooit al een steenkoolmijn bezocht hebben, maar steenkool zit dus onder de grond, is niet onuitputbaar. Hè? En als je dus steeds dieper moet graven om die steenkool aan de oppervlakte te krijgen, dan krijg je te kampen met het probleem van water. Misschien heb je ook al eens gezien, als daar een nieuw huis gebouwd wordt, dat daar ook eerst 2-3 maanden een pomp water oppompt, vooraleer men aan de bouw van het huis kan starten. Nu, hoe verwijderde men dat water in die 17e eeuw? Men deed dit vooral aan de hand van paarden die met oogkleppen op een rad met emmertjes water in beweging brachten en zo het water uit de schachten verwijderden. Er zal in 1712 door Newcomen een stoompomp uitgevonden worden en dankzij die stoompomp kon men het water automatisch uit de pomp, uit de schachten gaan oppompen. Jullie zien dat op pagina 71 bij opdracht 4, zie je bij afbeelding B die Newcomen pomp. Nu, het nadeel is dat die pomp van Newcomen, die werkt op stoom, maar die kan alleen maar een op- en neergaande beweging maken. Nu, James Watt heeft in 1763 die stoommachine verbeterd, heeft daar drijfriemen, kabels en stangen aan bevestigd, waardoor ze niet alleen meer op en neer, maar ook links en rechts kon voorzien worden. En zo is de eigenlijke uitvinding van de stoommachine gelanceerd. Op het filmpje van SchoolTV kan je inderdaad, als je daarop klikt, zien hoe die stoommachine werkt. En dan uiteindelijk de ijzerproductie. Er moest ook heel wat ijzer gefabriceerd worden. Oorspronkelijk was dat met hout. Men is dan uiteindelijk gaan zoeken naar andere energiebronnen. En die andere energiebronnen zijn steenkool geworden. Hoe die ontgonnen werd en gedelven heb ik net uitgelegd. Maar het probleem met die steenkool is dat als men die steenkool gaat gebruiken die men onmiddellijk omhoog graaft, dan zit daar heel wat fosfor en zwavel in en die zorgen dat uw ijzer dat je produceert verzwakt wordt. Een oplossing daarvoor wordt bedacht door Darby in 1710. Hij zal namelijk steenkool gaan zuiveren van die schadelijke stoffen en hij zal een soort eivormige kooltjes voorbrengen. Die worden ook vaak kooks genoemd. Mensen wiens ouders in ArcelorMittal in de kooksfabriek werken, zullen zeker weten hoe dat eruit ziet. En door uw ijzer met kooks te gaan maken, gaan de onzuiverheden eruit en krijg je een betere kwaliteit. Een andere zaak die men ging toevoegen was de puddelmethode, een speciale techniek waar men onzuiverheden uit het ijzer ging halen door behulp van hete lucht. Nu, in 1800 staat Groot-Brittannië op de allereerste plaats wat de ijzerindustrie ter wereld betreft. En dan zijn we aanbeland bij bladzijde 72, waar we kunnen zien dat dankzij de spoorwegen de industriële revolutie kunnen doorbreken. Als je gaat kijken naar het vervoer, in Groot-Brittannië gebeurde dat eerst via de kustvaart. Men legde ook een aantal kanalen aan, maar het vervoer langs kanalen gaat langzaam en zeer duur. Vergeet niet dat voor de tijd dat er een stoommachine was, dat een schip werd voortgetrokken door een paard en een kar die op het wegetje naast het kanaal liepen en dat zo dat schip vervoerd werd tot de dichtstbijzijnde haven. Men heeft dus dringend nood aan een soort stoommachines om die schepen en andere vervoersmiddelen, namelijk de paard en de kar, te kunnen vervangen door een trein en zo meer en sneller te kunnen transporteren.
Stephenson die vindt de eerste stoomlocomotief uit en in 1825 rijdt in Groot-Brittannië al de eerste spoortrein rond. Nu, wij in België volgen, want als je gaat kijken in uw boek bij opdracht 5, krijg je een kaart van het spoorwegennet in 1843 en in 1870. En dan zien wij inderdaad dat er dus in België ongelooflijk veel meer kilometer spoorweg lagen, bijna 100 keer meer. Daardoor zal de ijzer- en steenkoolindustrie een enorme stimulans krijgen, want die fabrieken liggen langs die spoorlijnen, kijk maar Namen, Luik en zo verder, Verviers. Grondstoffen, arbeiders, afgewerkte producten, het kan allemaal veel sneller vervoerd worden. En als je dus iemand bent die een fabrieksterrein zoekt in 1860, dan zal een spoorweg voor jou het heel interessant zijn om daar dichtbij een fabriek te bouwen, omdat al jouw materiaal veel sneller kan vervoerd worden. Alles gaat dus steeds meer en steeds sneller door machines. Producten worden goedkoper en men begint op dit moment ook te spreken van een massaproductie. Alles wordt in massa gemaakt en veel goedkoper verkocht. Nu, Groot-Brittannië stond op nummer 1, maar niet te onderschatten dat wij als Belgenland op de tweede plaats stonden in die 17e, 18e eeuw. Nu, de economie groeit uiteraard door die industriële revolutie. Je kan kijken op pagina 73 in uw handboek. En als je dus kijkt, zien we dat de economie vanaf 1850 immens gegroeid is tot op de dag van vandaag. Als je de cijfers gaat bekijken, er staan daar op pagina 73 bij opdracht 6... staat er een overzicht van het BPP in miljoenen dollars van 1990. En dan zie je dat het BPP van België 3 keer groter is in 1870 dan in 1820. En als je kijkt van 1998 ten opzichte van 1820, dan is het in België maar liefst 44 keer groter. Een immense groei. En dan komt er uiteindelijk rond 1850 een tweede industriële revolutie die nog heel wat meer gaat bijdragen aan de consumptiemaatschappij. We zijn ondertussen aanbeland in uw boek pagina 73-74 en we zien dat tot 1873 de meeste mensen van de landbouw leefden, maar door de stijging van de bevolking, de betere voeding, betere hygiëne en inenting aan de pokken, krijgen wij hier eigenlijk te weinig aanbod volgens de vraag van de Europese landbouw, waarbij we dus gaan machinaal geproduceerd Amerikaans graan invoeren. Het is goedkoper dan het graan dat we hier produceren. En daardoor krijgen we een landbouwcrisis rond 1880 en ook een stukje verzadiging van de markt. Veel mensen gaan hier gaan migreren. Dat hoofdstuk komt later nog aan het bod en ze gaan dus op zoek naar grote bloeiende landbouwbedrijven in Amerika om daar een nieuw bestaan op te bouwen, omdat hier het op de kolen niet meer waard is. Rond 1870 breekt er dan een tweede industriële revolutie uit, waar het de vorige keer gebaseerd was op stoom, katoen en steenkool, zullen de basisproducten nu zijn staal, olie, elektriciteit en chemie. Vanaf die 20e eeuw verbetert zeer sterk de levensstandaard en gaat men vooral massaconsumptiegoederen maken. Er ontstaat dus een heuse wereldhandel. En we zien dus de problemen opduiken die te maken hebben met massaconsumptiegoederen. Namelijk, er is heel veel sprake van concurrentie. Men wil zoveel mogelijk produceren, de arbeiders zo weinig mogelijk betalen. En dan krijgt men daar ook een aantal problemen bij. Kijk ook maar op pagina 64 naar opdracht 8, waar je kan zien hoe groot de wereldproductie van die verschillende landen is.
En dan uiteindelijk gaat het gevolg zijn van die drijvende concurrentie, dure lonen en zo verder, dat er dus een automatisering zal bestaan. Als voorbeeld bespreek ik het bedrijf Ford, namelijk diegene die die wagens maken. En Ford zal voor de eerste keer in 1913 een soort lopende bandsysteem introduceren, waarbij niet één arbeider een volledige wagen afwerkt, maar elke arbeider een onderdeel van het productieproces voor zijn rekening neemt en er op die manier meer wagens van de band rollen. Er ontstaat ook een wereldeconomie. Heel wat bedrijven worden groter, kleinere bedrijven worden opgekocht en worden overgenomen of moeten fuseren. En er komt een monopolisering van de markt. Als we bijvoorbeeld de dag van vandaag kijken naar Microsoft, Coca-Cola, dan zijn dat bedrijven die het monopolie op het product in handen hebben. En tot slot kan je nog opdracht 9 maken op pagina 75, waarbij je de juiste begrippen in de juiste kolom zet. Wat hoort bij de eerste en wat hoort bij de tweede industriële revolutie. Tot slot kan je ook nog even het schema bekijken op pagina 76-77, want daar staat het belangrijkste van deze les op samengevat. Veel plezier!